echte Nederlands ook moeilijk. Ja. Ja. Ja, je hebt overal wel eens iets fout. Ja, ja. Mag je weer een kort worden fouten gemaakt? Nee, het is niet uw schuld. Nee, helemaal niet. Gebeurt het toch vlug? Nee, dat is mijn zusje Sandy, die zegt dat ik het parfum betaal. Ja, daar is ze wel gelijk in natuurlijk. Ja. Nee, het is nieuw schuld, dat is ik ook niet, dat is ik ook niet. Ook heur schuld! Dat is het niet, Jan. Nou, hun schuld dan. Je gaat erachterheen. Oh, maar dat vind je nou, dan hopen we dit allemaal weer goed komt dan. Gewoon doen, hè? Ook heel terug of zo, geen magie. Mijn mevrouw Noosthout, zus van mijn zus. Ja, het kan toch niet de bedoeling zijn dat mijn zus betoont voor iets waar gewoon niet geleverd wordt. En als er dan al is, zijn alle puzzels ingevuld. Mijn pen! Sorry. Ja, dat kopen we weinig voor. Hoe zou u dus het fijn een ouder opgericht te worden? Dit werd er feitelijk gebeurd, hè? Week in, week uit wordt mevrouw van Oosterhout, mevrouw van de Wiggelaar, opgelicht in het eigen huis. Hè? Sorry. Nou, daar kopen we weinig voor, hè? Dat is heel schappelijk, zei je. Ja, ja. Maar dan praten wij wel over het komend kwartaal. Oh, nou, dat is heel fideel, ja. Ja. Ja, ja, ja. Nou, u is ook een fijne dag, hè. Ja, houdoe. Is geregeld, komend kwartaal ben jij helemaal voor niks. Echt waar? Helemaal voor niks? Dat meen je niet. Helemaal voor niks. Jij wordt veel te makkelijk overheen lopen. Oh, we hebben makkelijk. Ik weet het ook al. De vrienden hebben de halve wereld. Dat zie je toch maar weer eens. Ja? Als ik helemaal bezig ben. Is het niet jou? Ja, hè? En de beurt deur niet. Dan moet ik aan het jaar. Sommige gratis, hoor. Dat is nog altijd wel fijn. Heb jij nog koffie? Nee, doe nou maar thee. Ik slaap, zuster. Het duurt toch nog zo lang dat ik op het slaap. Thee, Riet, dankjewel.
deze reis gebeurd? Nee, helemaal niks. Geen bloempje, geen tampantje, geen bloempje, helemaal niks. Ja, geen bloempje, dat snap ik al, Riet. Het is niet jullie schuld. Errol Grey? Errol Kleine Grey? Nee, alweer met Errol. Dan Errol, prima Riet, Errol, lekker. En hoe lang moet hij dan zijn?
best al snel, ja. Ja, ja fijn, we gaan het best doen, hè. En dan bel ik het straks wel lekker deur. Ja, nee. E-mail? Nee, ik bel straks wel lekker deur, hè. Dat is goed. Ja, oké, dank je wel. Houden, hè. Houden, maar. Pietprintje, tekstverdrukken. Och, gewoon al vergeten. Dit toch wel niet iets volgens mij een Jansson bitterletje, hè? Al meer zo'n katholiek dingetje. Neem mee een schoon wortje erin en een foto op de verkaan, zodat je die spiegel ook alweer aan begraven waren. En je kreeg de maaltijd nog een collecte, hè? Ja! Dat was wel slim, wat ik eerlijk ja. Dan liep de rustig een acolyte rond bij de school. Hè? En dan vlak maar achter liep dan zijn vrouw een beetje bitprintje. Die bitprintje zet al tegen wat. En bij een goed pensioen wel iets in de school moest. Oh ja. Jij hebt het toch heel veel, niet tegen het sporen al? Sporen is toch niet zeker hoor, maar jij hebt er wel veel, ja. Ja, boven op het slot gewoon is ons nisje, daar heeft ons paas moeten staan en ons en dat. En dan vlak eigenlijk zoals een heel stapeltje mee de neven en de nichten en de buurt en de vrienden en de kennissen en dan wat. Ja, ik kan ze gewoon niet weggooien, ik kan er niks doen, ik kan ze gewoon niet weggooien. Met respect denk ik zo. Onschuldig was toch nog een bitprintje van Rietje Kessels. Weet je wel, de meske in 1900... vermoord is op 11-jarige leeftijd in de Noordhoekkerk. Ze hebben heel lang niet geweten wie het gedaan had. De schilder of de pastoor. Nou is er pas een boek uitgekomen. Nou blijkt die pastoor het gedaan te hebben. Nou, ik heb inmiddels een foto van die pastoor gezien. Daar had ik ook meteen maar kunnen vertellen. Ja. Prinses van Oosterhout. Nee, daar moeten wij boven. Jo. Ja, is het iets van weggerukt uit het leven of zo? Of een plotseling door een ongeval? Ongeval? Het is toch geen ongeval? Nee, maar wel plotseling toch? Zet dat dan aan boven. Oh ja, maar eens even. Plotseling van ons heen gegaan. Ger Mutsaars van Oosterhout, weduwe van Piet, moeder van Chantal. Ja. Och, Jean, hoe zit dat met Chantal? Heb jij nog naar de kikvors gebeld? Nee, ik heb niet naar de kikvors gebeld, nee. Oh, jij ook niet? Nee, maar ik had er al lang een keer heen moeten komen. Oh, maar dat weet ze niet. Ja, maar dat weet ze niet. Eerst een big brandje.
heb het met zes, zo'n postraak, weet je wel. Ja, dat houden we al. Ja, maar is... Ja, dat hoeft niet, Riet. We zijn hier maar mee z'n tweeën. Komt er dat nou nog? Oh, nee, ik wil niet. Ik wil niet. Nou ja, ik ook wel niet. Ik kom tegen. Ja, tegen ben ik trouwens wel zeker. Ik heb niet gebeld. Onze Jan was er niet. En José, hij heet Hulderk. Het is heel hectisch bij mijn helpers. Hectisch? Ja, dat is het. Ja, ik kijk ook toch. Iets is niet leuk, maar het is snoezig. En de werken zijn niet mooi, maar niet fiet. Dus daarom is het hectisch. Maar ik onze Jan toch eens even bellen. De telefoon. Oh, nee, maar dan bel ik maar eens. Maar jou krijg je al in mijn hand. Ja, yo, hallo, goedemiddag, mijn Riet, hè, mijn... Oh god, het is alweer middag. Ja, het is vandaag ook allemaal zo... Hectisch. Ja, ik zei de tijd een beetje kwijt. Ja. Zeg, yo, is onze Jan daar? Weet je, ja, maar het is maar heel even vlug. Oh ja, nou, dankjewel. Nou, heb je gelukt? Ja, mijn man hier, ja, zeg Jan, ik zit hier met ons Jan en wij vroegen ons even af of jij nog deze kaart op praat. Ja, in het jaarhuis? Maar dat hoeft toch na nu? Ja, dat kan toch wel een keer overzongen, ja? Hij kan toch ook wel enig komen? Ja, nee, desalniettemin, Jan die zegt dat hij er ook alleen niet kunnen komen. Ze kan toch wel een keer op de fiets? Ja, jij ook kan toch wel een keer op de fiets? Hoor? Hij moet toch al mijn oh ja, die heup. Ja, maar goed, fijn dan, jij komt dus niet. Ja, nee, ja, de worken, dat snap ik, de worken, maar ja, niet hier dus. Nee, dat is mijn schotkist. Ja, nee, we mogen ze niet meer zien, Jan. Nee, het schijnt dat ze met haar gezicht veroverd is geworden en haar kop subscandaliseerd is. Dat is mooi, maar dat is ja, verschrikkelijk. Ja, Jan, daar moeten we maar niet te veel aan denken. Ja, nou, fijn Jan, dan zien we jou meer in Holland wel verschijnen, hè? Ja. Nee, ik hoef jou niet meer te hebben. Nee, Jan, dat hoeft niet. Jan, ik hoef jou niet meer te hebben. In zwart. Wij gaan allemaal in zwart, ja. Dat leek ons voor de familie weet uit het school, hè. Ja, dat kan. Donkergeel? Hoe donker is dat? Ook hield de boot veel water.
Een watervaart? Ja, we moeten er wel iets in zetten, dat is een ding was. Dat hoeft niet, en dan nou die steen maar. Dan doen we het niet. Mag wij dan? Nou? Maar neutraal, Jan. Ze moet van een. Ze werd geboren in Tilburg en groeide voorspoedig op aldaar. Al ras ontmoeten ze. Al jong ontmoeten ze Piet, met wie ze lief en leed deelden. Nou mag iets over Chantal, toch? Oh ja. Ja, iets over Chantal. Ja. Ja. Met de komst van hun lieve dokter Chantal, die niet helemaal goed is. Dat weet toch iedereen? Ik zit op de kwam van lieve dokter Chantal was haar geluk compleet. Ger was een bourgondische vrouw. Heel schoon, want je bedoelt natuurlijk dik. En het stond. Onze vrouw, een levensgenietster die het leven opzoog. Van Adelmo, weet je niet wel? Dat was C'est la vie, C'est la vie.
Het moeilijkste was nog wel de tekst verbeteren. Want dat was nog, ja, we kwamen er niet uit. We wisten niet, maar we hebben niet. En toen zijn we met witten in zijn papieren gaan snuffelen. Ja, dat hoorde eigenlijk wel niet meer. Toen moesten wij maar niks. En toen, hoe vonden we het eigenlijk? Want ons pa, ja, die was nogal zo begaafd. Hè? Ja, en deze, de ene dicht, dat schreef hij in de laatste week voor zijn dood. Echt, ja, en daarvoor waren we nog goed paas van. Zal ik het spul even opnemen? Ja, nou, ter herinnering aan Kees van Oosterhout. Het water is tot mijn ziel gestegen. Ik heb nergens vaste grond. Ik ben in een poel gedompeld. Een maalstroom heeft me meegesleurd. Ik ben dood op van het roeien. Mijn keel is schor en droog. Gelukkig dat mijn ogen het bijna verbeleven. Zullen mijn ogen het snel begeven? Terug naar af, terug naar af. Heftig. Zonnelieve meis. En zo zacht.
Maar zijn begrafenis was heel ordelijk. Ik mocht van jullie moeder niet op de eerste rij zitten, want ik was geen weduwe. Ja, je waren ook geen weduwe. Ja, we waren zogenaamd niet getrouwd. Ja, je waren ook niet getrouwd. Nee, maar dan maak ik het allemaal nog dubbel moeilijk. Ach, ja, dat is 34 jaar geleden. Maar goed, zal ik ieder huisje zijn eigen kruisje. Maar mijn kruisje, hè, dat mocht niemand zien. Ja, jij hebt dat natuurlijk ook wel veel meegemaakt, maar dat moest dat natuurlijk ook wel iedereen weten. Nee. Dat is gemeen. Hoe eerst een kindje verliezen, dat is geen kattenpis. Oh, ik weet het nog als de dag van gisteren. Het was het eerste kindje in de familie. We keken er allemaal zonder uit. En toen jij begon met bevallen, was iedereen ook van de zenuwen. Van de zenuwen ben ik maar luiers van sterk. Die waren toen een verstof. Gewoon om iets te doen te hebben. En we hadden maar niks. En het duurde maar en het duurde maar. En we wisten niet dat er aan de hand was. Ik zie nog jullie John Aard erin komen, de keuken binnenlopen en tegen mij met een sterk plank zeggen. Hou me op, Janneke. Het hoeft niet meer. Het is niet meer nodig. Hij is dood. Je raakt er kapot van. Ja, ik was er kapot van. Dat is een bedoelke. Dat is mijn verhaal, Jan. Het is ook jouw verhaal, Riep. Het is ook jouw verhaal. Voorlaag. Op een deurvalling. Dokter Mommers was er. En onze John natuurlijk. En onze Fons weer geboren. Waarom Fons genoemd? Mijn mol ben ik nog wel zo gekeken. Maar ik heb hem nog nooit gezien. Dat hoorde niet. Dat hoorde niet. Nee, dat wilde dan zeggen. Nee, dat kan je niet zeggen. Zoiets dat je kom maar door. Ik was op, ik was tegen, ik was dood. Ze hadden mijn moeten laten zien met onze John en dokter Mommers, die hebben het zo van afgewerkt. En ik lag daar maar. Normaal word ik maar. Hoe meer dat ik erom denk. Onze Fons. Je merkt het toch. Waar zijn we toch gebleven? Ja, Fons. Wat een monstergeboorte. Zo zegt dokter Mommers, hè. Dus is nou echt een monstergeboorte. Nog een petje? Ik zo'n moeilijk kiep kopen. Ja.
Och, ik verlang zo. Oh, ik verlang. Oh, ik verlang. En ik toch. Hij is zomaar voor je vrouw. Oh, het is zomaar zo. Ik spullen voor mijn hele familie. Ja, ja. Mijn hele paar. Ja, spullen. Ja, ja. 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 Mijn hele paar. Spullen die hadden eruit. Ja, en heel lang ging naar Venlo met jou. Ja, want die hadden die. En ze zijn leven nog met die drie zusjes ook. En zo zijn we ook met Jurk door. En met succes, hè. Maar zongen had hij overal, hè. Ja, ja, zeker. Zeker. Ja. En ons scherm, jongen, die kost ook zo goed de tweede stem, hè. Ja, ons scherm en ik zijn heel muzikaal. Ons scherm zong er meteen de tweede stem. Ja, dat was gewoon magisch. Ja? Ja, ze noemden ons ook wel de Tilburgse Andrewses. Ja, maar we heten eigenlijk de Easterwoods. Ja, 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 van Oosterhout, Easterwoods. Ja, Easterwoods. De Tilburgse Andrewses. Ja, want daar was onderdeus nog. Och ja, ik weet nog wel dat we daar op Kurkel op de braderie opgeschreven. Ja, daar hadden we nog een grote platte kerel gezet en dat stonden wij al op. Maar onze pa was ook aan het maken. Pa was nog niet zullen gaan maken. Oh. Zeker want voor zijn dochter. En dat ze dan begon ze te zingen. Hè. En dan was je hier nog weer bestuurs. En morgen lang de optreden en dan weer iets. Stel het zuiden groeien. Hè. Wij waren zeker knappe meiden. Ja, dat is wel voor mij. Het begint als een trio, dan wordt het duo. Ja, dan moet je met wat te vuren als je gehoord wordt. Dan maakt het rot, hè? Ik heb mijn moeder vlek, jongen of trouw. Een opdraaibare radio, een zaklamp, extra batterijen, extra water, mondverband, volgen die hebben water, die wc-papier. Ik kan allemaal in mijn huis komen. Die beneden in de kelder in een grote plastic zak. Ik denk dat als ik dat al in huis hol, dan zeg ik klooster, dan zeg ik voorbereid, dan word ik rustig, dan zeg ik niet dat ze pijn. Maar dat is niet. Ik word ook niet meer banger. Ik kom zo dichtbij, ik voel het gewoon. Ik zie in die plastic die zaken in de kelder niet beneden maken gaan. Ik word banger, banger, banger. Zo ik heb net veel aan mensen. Geld in mijn tuin gewoon. En dan zeg ik weer bang dat ik straks mijn tier. En denk dan niet meer weet waar ik het heb gezien. Ach, maar ik ben tegen de droom. En toen heb ik op de televisie zo'n Engelse professor gehoord. En die zei dat wij geen contact moesten maken met die buitenaardse wezens of die aliens of zoiets. Hè. Omdat die veel slimmer zijn dan wij. Ja. En omdat ze altijd hier komen met goeie dingen. Dus Jan, geloof ons eigen, alsjeblieft, rustig houden. Oh! Ja, dat is moeilijk. Dat is heel onmoeilijk. Ik misschien stom, maar ik kijk gewoon, ja, zonder ook wel, ja. Nou, dan maken we eigenlijk druk om niks. Ik zit buiten al tegenwoordig. Maar om nieuws te kijken, al die opstanden in al die landen. Ja, natuurlijk, die dictators, dat is natuurlijk ook verschrikkelijk, dat snap ik ook wel, maar die paraien die die mensen door hebben, en dat ze allemaal willen met wij hier. Ja, dat snap ik ook wel. De natuur, dat komt wel bij gebeuren. Wij hebben hier veel te veel water, maar in Afrika hebben ze het weer veel te weinig. Hier een modderstroom door, een lavastroom door, een vulkaan, een tornado, een tsunami. Wij denken wel, we zijn overal de boot over zijn, hè? Maar dat is niet. We zijn niks en nergens bij de natuur. Soms ook wel zo'n half uur
Ben je ook gek naar al die mensen daar gewoon. En dan denk ik, we zijn net meer eten op verzonnen, maar in ons hoppakee. Allemaal druk in de weer. En roept maar dit gebeuren. En we zijn weg. Ja, en als je weg zit, dan zijn we weg. En net door vuur, Jan. Door trek ze maar vuur, net door vuur. Ik mag net onze Jeffrey in de pot als die weg zien zakken. Of onze zon. Verpletter die vallen onder het beton. Dan wordt hier een survival fit, dus dat zal ik wel zeggen. En als het gebeurt, nou dan ga ik het niet redden. Nee, dan ga ik het niet redden. Oh. Ik heb een hele week zo'n blaas van de tepels. Als het laatste badpak gekocht, dat heb ik die roze met jou gekocht. Oh, ja. Nou, ik ga de mondag zwemmen met de dames. Hak ik natuurlijk van de burenekjes moeten wassen. Nou schuurde de daar een hulptijd tegenaan. En nou zijn ze helemaal school. Wessel, zwits al of die van jou, vaseline op. Beter nog, eurzalf. Flink, dikker op. En dan zo'n papieren zakjes gedroogd. Nou, dan moet jij zo verder. En waas dat badpak eens een keer. Ja. Heb ik natuurlijk al lang gedaan. Maar op mijn waas verzacht. Ja, natuurlijk mijn waas verzacht. Dit is het enigste waar ik mijn eigen mee verwen. Af en toe een klein beetje, een klein dukke waas verzacht. Kijk net hier Patrick toe. Die zoon van die oudste zoon van die vrouw. Die ken je de Patrick. Ik ken je Patrick wel. Ze niet weten. Frits Woenders.
dat betekent? Ave Maria. Dat zou wel iets zeggen van Heilige Maria of zo? Nee. Hallo Maria. Ja, ja. Hallo Maria. Ave Rietje. Ja, dat is het.
president. En gewoon nergens neerlegt. Of net anders neerlegt en gewoon nergens anders neerlegt. Alles kapot, kijk. Wij zijn allemaal stenen. Wij zijn allemaal stenen? Ja. En daar stroomt het water langs. Nou, en dan beweegt hij die steen. Dat is uw leven. Je hebt iets betekend, zoiets. Leg het maar aan. Ben ik aanzet. Ja, ben ik aanzet. Nou, en dan hebben we nog deze. Dat is met deze persoon. Dat is een afsluiter. Oh ja. Ja. Was jij dat ook wel? Ja, dat vond ik scherp schoon. Maar ik heb nog... Oh, wacht op! Kijk ook hier mee! Ah, oh, deze! Dat is echt. Dat heb jij ook schoon. Dat weet ik zeker. Dat weet ik echt. Deze, onze zeer lieve mens die kort bij moederdag. Heel aldoenlijk. Echt heel schoon. Nou, dat is een nummer moet ik opzetten. En nummer 9, Rockman en... Dan moet je wel, dat is hier echt rustig. Nummer 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. So
Ja, het schoon kan er niet in leven, ze waren er ook verder. Klaar is Kees. Ja, dan hebben ze. Ja. Dat is de muziek. Ja, dat scheelt ook alweer. Dat is sapper. Ja, ja, zeker. Hier naar het pootje. Banana kuken. Banana kuken. Het is geen lied. Dat vraag ik nou eens. Maat die maar. Ja, van een Dela. Dat was toch Henk van een Dela? Van Henk ziek. Henk zegt ja, Henk ziek. Sommige mensen waren ziek. Henk ziek. Ja, ik heb hier nog een keer bij mevrouw de Bingelaar van de Hutstaart getroffen is, weet je wel? He? Ja. Ja, ja, ja. Nou, ik zeg vader, maar ik zeg hier, de lijstje we hebben van jou gekregen, hebben we nog een keer door ontnemen, he? Weet je wel? De things to do lijstje, hè, van jou. En dan kan ik iets niet meer lezen. Ze heeft zelf geschreven. Ja, ik heb het zelf geschreven, vader, maar in de halst, je hebt het gehalst en nou, gehoord. Dat snap je wel, dat, nou ja, dat is lief, vader. Maar dat, ja. De pastoor, dat loopt toch via jullie, hè? Ja, ja, ja. Ja. En nou, dit prentje, daar zijn we mee bezig, dat hebben we straks op de deur. Merk nou. Daar staat er hier iets van banana kuken of luken of... Och ja, de bloemstukken! Ja, de bloemstukken, de bloemstukken, ja, en het lint, ja, ja, nee, dan, ja, nee. Eigenlijk was het van de andere meld? Ja, wel. Een eigen bloemstuk? Wij zouden namens de familie, namens de hele familie, geen heel groot bloemstuk willen hebben. Dat wou je niet. Hebben ze lint? Hebben ze lint? Een vaak, maar een vrouw van mijn zusje zelf, hè? Hebben ze een lint? En wij stonden gewoon lint. Ja, en wij slaan erop. Vaarwel. Vaarwel. Ja, en nogmaals, ik kan nogmaals bij je huwelijk. Ik ga nog niet. Ik kan eigenlijk nog vaarwel omdat van mijn vrienden was gehad. Echt heel duidelijk afgesloten hebben. Nee, maar. Kijk, ze maar zien. Vaarwel. Het is op het schip gebeurd. Het is verscheurd. Fatima. Bij nader inzien, loopt het maar zo. Ja, dus jullie doen dan vaarwel en wij doen dus van dag lieve zus. Of zien scherm of zo. Ja, zoiets. Maar ja, bel dan straks gelijk wel even zeuren met je pinkbreed. We hebben toch nog lekker tijd, toch? Ja. 6 uur, ja, nee, maar goh, dan komen wij een volgende en vaak. Nee, dat komt goed. Ja, Albert, dankjewel, hè. Vaarwel. Als je door achterkomt, hoe stom dat is, moeten we ze dan niet zeggen? Ze wil zelf een eigen stuk. Kijk, nou, met een Dela hebben we ook alles op de rit. Nou, dan alleen negatief nog maar. Oh ja, maar dit moet wel de tijd hebben, hè? Dan moet ik mijn eigen film draaien. Hé, hoe is het? Ja, maar ik heb staan liggen, maar dat wil ik niet. Ik wil voor ons scherp iets speciaals maken. Dat is het. Dat kan ik misschien nou eens proberen. Ik begin altijd. Met een associatie. Nee,
associatie. Dit is tegen ons gerecht wat er in hem opkomt als van een scherp neemt. Dik. Ja, is wel iets boos. Ja, dat is dik, hè? Laken. Ja, lagen, lagen, is goed. Liefde, gastvrij. Pieter Chantal? Ja, ja, dat is wel goed, maar dat, daar kunnen we niet zoveel mee, hè? En je moet meer breder denken, gezellig, saamhorig. Taart! Of is het net zoiets als dik? Taart is goed, taart is goed, want daar hield ze van, hè? Taart. Ja, nou, ik zo, nou, dat hebben we. En nou gaan we een paar zinnen opschrijven over ons, ja? En dan schrappen we weer woordjes weg. En dan hebben we een gedicht. Dan moet jij eens op. Even. Ons schep, ze hield van lager. Ze was bijna altijd blij. Bijna, hè? Want ze was niet altijd blij. Ze hield van koek en taart. En kie. En was ook heel gastvrij. Ze was gezellig en lief. We zullen haar nooit vergeten. Heel lief. Heel school, maar en dan? Aans doe ik de aard zo slot, hè? Als iedereen aan de weg zit, dan heb je rust, hè? De tijdsdruk is dan moeilijk, hè? Dat is gezellig en lief, we zullen haar nooit vergeten. Oh, ik weet het. Ze was gezellig en lief, we zullen het nooit vergeten. Hoe we deze moeten verwerken, we zouden het echt niet weten. Nou, mooi. Nou, en nou gaan we woordjes wegstrijken. Ja. Van ons scherp, ze hield van lager, schrappen we ons weg. En ze, hè, dus scherp, hield van lager. Ze was bijna altijd blij, dus houden we over altijd, altijd blij. Nou, en dan derde. Les is more, Jan, hè. Zo heb ik het altijd geleerd. Hè. Les is more. Hier deze nog en dan deze nog. Kijk, nou, en laten we deze over. Kijk, deze is dan weg. Gerb hield van lachen. Altijd blij. Koeken en taart. Heel gastvrij. Gezellig. Lief. Nooit vergeten, dit verwerken niet weten. Wat ging het ook bij school? Dat ging zo goed. Ik ben gewoon even stil van. Ja, ik heb zo ontzettend. Een workshop gedaan, maar je moet er ook wel op het gevoel blijven. Sorry, ik kan er gewoon niet over uit. En ik zit erbij, ik zie het jou doen. Ja, en wat ik anders nog moet het eigenlijk altijd alleen doen, hè? Want deze heeft nog nooit iemand gezien. Ik ben gewoon even stil. Zelf wel een beetje van bij komen. Dan gaat ik zo vanuit dat er net muziek is geweest in het crematorium. Hè? En die laat ik dan zo uitsterren. En dan spijk er één keer op. Tot iedereen denkt van, oh, zal ik het wel doen. Hoop ik nog verder. Moet wel eens tegen Fatima zeggen, dat ze mijn waterklap moet zetten. Je hebt ze lekker net zitten schoon. Nou, en dan... kijk ik iedereen al. Durf ik gerust. En dan zeg ik,
Nooit vergeten. Deze verwerken. Niet weten. Is daar wel de koffer van ons Geer? Denk hij ze dus even. Zit er geen naamvlotje op? Ja, dan moet ik kijken, niet. Dat durf ik niet. En we zitten in dat tasje. Niet, dan moet ik kijken. Dat durf ik niet, dat zei ik toch al. Oh ja, dat is er wel een gekregen. Ja, leer die tijd, dat is een mooie klooi. Dat is een mooie klooi. Goed hier, de grote tabler aan. Dat heet er nog half op ook. Een fles whisky. Oh, dat is geen whisky. Is de huur toch wel? Had ze die wel bij? Ja, dat weet ik toch niet. Dat zou ik moeten weten. Jij is op een toven afgezet. Ja, dan let het dan niet op. Was allemaal zo gedoe? Hoezo al gedoe? Hebben we ruzie gemaakt? Nee, ik weet het niet precies. Was gewoon een beetje geïrriteerd. Ja, dat weet ik niet meer iets. Dat weet jij wel, Sjan. Als ik zeg dat ik dat niet meer weet, dan weet ik dat niet meer. Het was weer een spulste land. Toen moest ik weer naar binnenland, ze was weer een insuline vergeten. Dan zei ik weer van, je kent hem. Nou, toen was het hier te breed, daar te lang. En toen liep het uit de haten. En toen heb ik ze mee de kooi op bij de douane aangenomen. Oh, Gerry. Nou, Sjaanke toch. Dat is ook op verschrikkelijk fijn. En als dat was, was geweest, ben ik tegen ons Gerry gezegd. En daarom hebben ze deze prestatie neergezet. Een applaus.